Het is soms erg krap in het centrum van Diksmuiden. De chauffeur heeft 2 uur nodig om dit gevaarte van 22 meter lang en 4 meter breed veilig te navigeren door de smalle straten van het dorp. Enkele begeleiders helpen een handje. Ze zetten obstakels even aan de kant en duwen de elektriciteitskabels omhoog met lange stokken. Het komt er werkelijk op centimeters voor te kijken, kan ik er door, kan ik er niet door. Hij moet niet vergeten dat je dus in feite, je bent uitzonderlijk, niet alleen in 1 afmeting, maar je bent uitzonderlijk in de hoogte, in de breedte, in de lengte en het gewicht. En dat allemaal samen maakt het zeer complex. Het transport brengt de waterschroef naar de haven van Roeselaren. Daar gaat ze straks de boot op richting de sluis van Ham in het Albertkanaal. De schroef zal daar water oppompen als het pijl te laag staat voor de binnenvaart. Op het Albertkanaal hebben ze dus een probleem gedurende ongeveer 2 maanden per jaar dat ze water tekort hebben. Gedurende ongeveer 10 maanden per jaar hebben ze water te veel. Dus gedurende 2 maanden per jaar gaan ze hun eigen waterdrag oppompen bij het versassen, zodat ze geen water nodig hebben uit de Maas. En gedurende 10 maanden gaan ze die pompen gebruiken als generator. De schroeven kunnen dus ook energie opwekken, in totaal voor zo'n 2000 gezinnen. Dit is nog maar de eerste van 7 schroeven die hetzelfde traject zullen afleggen. Vanavond vertrekt er nog een transport en morgen opnieuw. De rest is voor volgend jaar.